Hallo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe maanreading van mij. Ik ben heel erg benieuwd en enthousiast over deze reading. Namelijk omdat deze nieuwe maan staat in het teken boogschutter. Boogschutter is een vuurteken, een vuurelement. En betekent dat er meer avontuur gaat komen, meer passie, meer drang naar nieuwe dingen, nieuwe wegen, nieuwe paden die je wil bewandelen. Of dat er nu juist iets op je pad komt dat je dat daarin jou triggert. Misschien ga je op vakantie of maak je al vakantieplannen. Nieuwe mensen die op je pad komen. Alles om weer nieuw leven in jou te blazen. Dus dat is al gebeurd of dat gaat nog komen. Dus ik had ook gisteravond had ik weer wat dingetjes opgeschreven. Onder andere het daggetal van deze nieuwe maan van 26 november. En dat is de 22-4. En de 22 is een meestergetal. Supermooi. En daarmee voel ik ook gelijk dat er hogere energieën in de lucht zijn. En dat sommige mensen, en misschien hoor je het ook wel om je heen, dat mensen ziek worden. Dat heeft allemaal te maken met toch wel de hogere trillingen die in jouw lichaam gaan komen. En waar jouw fysieke lichaam gewoonweg ook aan moet wennen. Dus dat zijn, hoe ze het vaak noemen, ook ascensieverschijnselen. Ik geloof dat ik het zo goed uitspreek. En ja, daardoor kun je je grieperig voelen, verkouden. Wat nog meer misschien, last van je spieren. Dat kan allemaal komen nu. Maak je geen zorgen, drink gewoon voldoende water om je lichaam te helpen. Om die energieën ook gewoon weer tot zich te nemen en ook weer weg te laten stromen wat weg mag. Nieuwe maan staat altijd voor een nieuw begin. Dus wie weet wat jij natuurlijk ook allemaal nog los mag laten. Wat had ik nog meer opgeschreven? Alles wat nu op je pad komt is om je te helpen je nieuwe weg in te slaan. En sommige van ons moeten een totale nieuwe weg inslaan. Door radicale veranderingen in te brengen. En sommige van ons moeten een andere visie gaan aannemen. Ja, sommige hoeven niet zo radicaal gelijk te gaan. De boogschutter is very open-minded. Dus dat wordt nu bij ons ook allemaal getriggerd. En allemaal positieve veranderingen aan te brengen, uiteraard in ons leven. Go with the flow. Kanttekening, let wel op dat die vurige energie je niet overweldigt. Zorg dat je niet te roekeloos en te onverantwoordelijk bezig bent. Hou je vuur in toom. Dat heb ik nog wel erbij geschreven. Verder staat 22 meestergetal. Echt wel als we kijken naar hoe wij het als persoon opvatten dan, of oppakken, tot ons nemen. Dat zijn echt wel de 22 mensen geboren leiders. Dus ik krijg ook wel echt een beetje het gevoel dat we deze nieuwe maan echt in onze eigen energie komen te staan. Een leiderschapsrol gaan creëren of aan het creëren zijn. En dat we op die manier dus natuurlijk onze nieuwe wegen kunnen gaan bewandelen. Of onze nieuwe weg kunnen gaan bewandelen. Met een andere mindset. Misschien is dat het wel. Boogschutter is very open-minded. Dus misschien draait het ook allemaal om onze mindset. Wat uiteraard op een gegeven moment weer ervoor gaat zorgen dat je geleidelijk aan veranderingen aan gaat brengen in je leven. Nu ben ik heel erg benieuwd wat de kaarten zeggen hebben. Ik ga mijn gidsendek erbij pakken. Ik heb nog helemaal geen kaartjes gelegd voor deze nieuwe maan. So you'll be the first. Even plek maken. Laptop kan nu wel weg, want zo gek veel had ik ook niet opgeschreven. Het ging er voor mij heel erg om. Wat is inderdaad het sterrenbeeld, boogschutter. Ik ben vooral heel erg benieuwd wat voor andere energie. Oké, de 22, daggetal is 4, maar ontstaat uit de 22 energie. 4 staat voor stabiliteit. Dus we gaan het ook heel erg hebben over onze basis. De leiderschapskwaliteiten in ons moeten voortkomen vanuit de basis. Dus misschien zijn er nog wat dingen in de basis die je mag gaan veranderen. Of die je gaat veranderen. Of dat het eigenlijk onvermijdelijk is dat je dat gaat veranderen. Dus laten we even kijken wat eruit gaat komen voor deze nieuwe maanperiode. Waar zitten we in? Waar mogen we naartoe? We mogen niet over het hoofd zien. Oké. Toch wel weer leuke kaarten. Als eerst krijgen we de kaart ontkenning. Daar zitten we op dit moment nu in. Ik zei toch basis. Ik zie hier ook dan een man en een vrouw dat
Daar moet ik altijd aan denken aan een koppel of misschien een ouderstel, vader, moeder. Het kan ook gaan over een relatie van het heden of het kan gaan over dus je gezinssituatie. En daar zijn nog wat dingen die je daar nog niet volledig alle informatie hebt. Dat voel ik er eerder bij. Niet zozeer dat jij iets aan het ontkennen bent, maar misschien dat jij nog niet alle informatie hebt. Ga ik weer trouwens algemeen praten, want het is dat we nog niet alle informatie hebben om de juiste stappen te nemen. Dus er zijn wat veranderingen gaande, er komen wat nieuwe dingen op je pad of zijn op je pad gekomen. En vooral go with the flow daarin. Doe het rustig aan en ga niet gelijk actie ondernemen op bepaalde dingen die nu op je pad komen. Laat het maar even op je bezinken, kijk maar even wat het met je doet en neem je tijd gewoon daarvoor om dat te onderzoeken. Om jezelf te onderzoeken, om te onderzoeken waar je naartoe wil gaan. Even weer kijken van oké, de prioriteiten die ik vorige maand heb gesteld voor mezelf. Hoe gaat het daar eigenlijk mee? Hoe gaat het met mezelf? Hoe gaat het met mijn lichaam? Vier, energie, basisenergie. Echt een aardse energie. Dus boogschutter vuurelement, maar de getallen zijn allemaal op aardsniveau. Aardeelement. Dus heel goed om gegrond te blijven en te herinneren dat als nog iets niet duidelijk voor je is, dat het uiteindelijk wel komt. Maar heb wel geduld. Boogschutterenergie kan ons heel erg ongeduldig laten voelen. Misschien zijn er bepaalde projecten die je eigenlijk al in gang had willen zetten, nog eigenlijk niet eens van de grond afgekomen. En dat irriteert je misschien nu. Of laat je heel erg onzeker voelen. Maar laat dat je niet onderdrukken. Niet dat ik wil zeggen, ga niet voor je dromen. Zeer zeker doe dat wel. Maar waarschijnlijk heb je gewoon nog niet alle informatie om dus de juiste stappen te nemen. En is het gewoon de bedoeling dat je even laid back, go with the flow gaat. En gewoon alles op je af laat komen. Dit is altijd voor mensen een overlevingskaart. Van, oh, sta ik in overlevingsstand? Ik denk dat het ego ons een beetje kan bespelen deze maand. Vanwege dus de vurige energieën, vanwege de nieuwe veranderingen die op je pad komen. Dat je eigenlijk gewoon niet zo goed weet, moet ik nu ingaan op die veranderingen die nu in mijn leven ontstaan? Of juist niet? En dat je nogal heen en weer geworpen kan worden in je hoofd. Ook dat je ego, wanneer je echt voor je droomleven gaat, hoe ik het dan liefst zo wil noemen, dat je ego ook het heel erg kan gaan, ja, beren op de weg kan gaan creëren. Dat je hier ook die haai is, best wel gevaar moet dat uitstralen. Hoewel, als je goed kijkt, staan die haaien vinnen weg van jou. Ze zijn niet naar jou, de haaien zijn niet naar jou toegericht, maar zijn van je afgericht. Dus er is niet immediate danger, maar je staat wel in een soort van overlevingsstand. Hou dat gewoon goed in de gaten. Ga alsjeblieft veel wandelen. Weet dat er constant licht op jou wordt geschijnd. Of zeg ik dat goed? Weet dat je constant onder de aandacht bent. Bij God, bij het universum, bij je goddelijke helpers. Wie je ook bij je hebt, wie je ook bij je wil, hoe je het ook wil noemen. Weet dat er constant aandacht voor jou is. En dat je constant gezien wordt voor het prachtig wezen dat jij bent. En dat jij een goddelijk wezen bent. En dat jij daarvoor dus alles kan manifesteren wat je wil. Weet dat je veilig bent. Misschien gaan de veranderingen een gevoel van onveiligheid met zich meebrengen. En denk je dat je juist, ga je misschien daardoor terugtrekken. Terugtrekken vind ik helemaal goed nu, dat je dat gaat doen. Alleen vanuit de juiste energie. Het heeft allemaal te maken met je juiste onderlaag. Ga je even terugtrekken vanuit liefde voor jezelf? Ga je terugtrekken vanuit wanhoop? Of al die energie je overweldigen. Dat je geen contact meer durft op te nemen met mensen. Dat je je niet meer gaat verbinden. Verbinden is nog steeds een hele belangrijke deze periode. Blijf verbinden. Ook komt het waterelement hier naar voren. En ik heb dat in andere readingen gehoord. En ik geloof van Philomena, van Mena's World. Zij heeft ook weer een reading gedaan voor deze week energie. En daar kwam zij ook uit op de waterenergie. En dat het heel erg belangrijk voor ons is dat we veel water drinken. En ook misschien een bad gaan nemen. Ik ben ook altijd voor die zoutbaden. Dat we lekker kunnen ontgiften. Maar als je een ander soort bad wil nemen, misschien een lavendelbad, een rozemarijnbad, een rozenblad, rozenbad. Dan kan je dat allemaal doen. Zorg gewoon voor jezelf.
Weet dat jij de connectie hebt met het universum. Weet dat jij constant geleid wordt, begeleid wordt. En dat alles wat je moet weten op de juiste tijd, op de juiste plaats, naar jou toe komt. De laatste kaart wat we niet over het hoofd moeten zien is alles gebeurt, wat ik echt heel erg voel, alles gebeurt nu wel om je meer open te stellen. Om je meer open te stellen voor het mogelijke, wat je eerst denkt dat niet mogelijk is. Dus meer gaat kijken naar wat je ook al hebt gemanifesteerd en dat je zo goed bezig bent. En dat je iedere keer aan het groeien bent en dat het een heel mooi proces is waar je in zit. En dat er heel veel mooie dingen op je pad komen en dat als je maar gewoon ook blijft herinneren dat je veilig bent, dat je beschermd wordt, dat het licht altijd op jou schijnt, net zoals bij iedereen. En dat we allemaal, en jij ook, het beste verdienen in ons leven, mooie dingen mogen ontvangen in ons leven, leuke dingen mogen ontvangen in ons leven, liefde mogen ontvangen in ons leven, ons zeer gelukkig mogen voelen in ons leven. En ik weet niet of dat op de achtergrond een beetje irritant is, maar er wordt hier gewerkt buiten. En ook, ja, heel veel liefde. Dit is ook zo'n een doos met allemaal hartjes. Leuk, moet opeens denken aan Valentijn. Misschien komt er ook wel in je liefdesleven misschien een verandering, wat echt wel voor het goede is. Of dat jou wat meer inzichten laat geven, meer inzichten in jezelf, waardoor je je relatie weer naar een next level kan trekken. Dat zou ook heel mooi zijn, hè? Maar zie de geschenken niet over het hoofd. Deze kaart stelt ook dat het goed is om een dankbaarheidsboekje bij te houden. Dat je iedere dag gewoon even opschrijft waar ben je dankbaar voor. Of dat je op de dag zoveel mogelijk probeert om daarbij stil te staan. Weet je, het is ook al echt serieus een geschenk wanneer je in de auto zit. En de stoplichten gaan gewoon op groen en je hebt zo'n groene golf. Ja? Dat is ook al echt super fijn. Of je komt, je moet ergens naartoe. Je hebt een, ik weet niet, je gaat ergens afspreken. En je hebt precies dat juiste parkeerplekje, je komt de juiste mensen tegen. Iedereen is aardig, iedereen is vriendelijk en je zit gewoon in een goede flow. De kleine dingetjes. Weet je, misschien als je door iemand wat meer rust kan nemen of door iets. Of dat je gewoon überhaupt het feit dat je keuzes kan maken, dat dat al zo bijzonder is. En dat we zoveel vrijheid eigenlijk hebben. Dus soms mag je wat dieper op die geschenken ingaan. En soms wat minder diep. En mag je gewoon dankbaar zijn voor het stoplicht dat op groen is. En dat je niet terug hoeft te schakelen. Of überhaupt hoeft te remmen. Dankbaar zijn. Meer praten met het universum. Dat merk ik hier trouwens ook bij. Er zijn heel veel goddelijke helpers die ons helpen. Die jou helpen. Praat meer met het universum. Communiceer met het universum. Zeg tegen het universum wat jij wil. Wat jij verlangt. Ga bidden. Ga mediteren. Visualiseren. Schrijven. Speaking out loud, weet je wel. Dat is allemaal heel erg goed met deze periode. Oké, even verder. Dan ben ik heel erg benieuwd. Want ik heb een chakra deck. Ben ik heel erg benieuwd welke chakra's er deze nieuwe maan extra belicht worden. Deze nieuwe maanperiode van 26 november. Oké, dat is wel grappig, want ik had het al over die waterenergie, waar Philomena het ook over had. En die komt daar toch in terug. Ik heb toch het gevoel dat ik er drie wil trekken. Dus ja, oké. Ik doe deze even weg. Creativity. Keelchakra. Blauw. Keelchakra staat, heeft als element ether. Maar, ja, blauw kleur, water is ook blauw, water stroomt, creativiteit, creatieve zelfexpressie, het gaat heel erg over zelfexpressie. Ook wel een stuk kunst, hè? Als je daarnaar kijkt, ik moet een beetje denken aan die inktvlektekeningen die je op tv zag als mensen naar de psycholoog gingen van what do you see in here? Maar er staat verder, wat staat er nog verder? Imagination, expression, originality, passion. Passion, die vind ik wel interessant dat die bij de creativiteit, bij het keelchakra komt. Maar dat is ook wanneer we ergens gepassioneerd over zijn, kunnen we ook echt onze eigen unieke energie daarin zetten. Dus misschien
komt er inderdaad weer een nieuwe, een hernieuwde passie in je leven, op welk gebied dan ook, die jou gaat helpen om die kracht, die vurige energie van boogschutter in te zetten op jouw unieke uiting. Dat je echt laat zien wie je bent, dat je laat zien waar je naartoe wil gaan. Voor jezelf, voor anderen, voor het universum, om jou uiteindelijk natuurlijk een handje mee te helpen. Keelchakra. Dus sommige mensen hebben last van het keelchakra, zijn misschien wat verkouden, misschien krijg je last van je keel. Alsjeblieft ga gorgelen met zoutwater. Doe misschien, het heet een neti pot, dat is ook een zoutwateroplossing om je neus mee te spoelen. Theetje met wat honing erin kan heel erg helend zijn. dit is heel grappig. Ik ga, mijn stem slaat opeens over. Ik heb nergens last van, maar oké. Misschien degene die hier kijkt en die voelt dat. Er zit veel vast. Ik merk dat er nu ook veel vast zit of zat in ons keelchakra. En dat die energie van de boogschutter, die open-minded energie, ons gaat helpen om een nieuwe kijk te geven op ons leven, op onze eigen energie. Waardoor we dus weer eigenlijk in onze eigen passie komen. En ik zei al, ga bidden of visualiseren. Hier staat ook echt imagination. Laat je fantasie de vrije loop. Fantasie moet af en toe gewoon getriggerd worden in ons. Ik merk dat ook, dat wanneer mijn fantasie wordt getriggerd, dat ik ook weer even uit mijn hoofd ben. Dus misschien is het ook af en toe fijn om uit je hoofd te zijn. Oké, dan gaan we naar de volgende. Zonnevlechtchakra, responsibility. En dat is, we hebben het over de basis gehad. Dit voelt voor mij echt als de basis. Dat je vruchtbare grond moet creëren voor jezelf. Dus zorg voor jezelf. Voor je lichaam ook goed zorgen. Eet alsjeblieft goede voeding. Als je wat doet wat jouw lichaam eigenlijk niet dient, zorg dat je dan genoeg ook compenseert weer. Maar het zou gewoon fijn zijn als het niet nodig is om te compenseren. Ga gewoon op zoek naar dingen die voor jou werken. Extra vitamines zouden heel erg goed zijn deze periode. En veel groenten, fruit, niet meer dan 2 stuks uiteraard. Maar eet voeding dat voor jou goed is. En ik merk ook dat vanuit dus daarna het lichaam, dat het ook goed is dat je voor je geest zorgt. Dus neem die rust voor jezelf. Ga een goed boek lezen of af en toe even een serie aanzetten en even mindless zijn. Even uit je gedachten. Doe dingen die je even uit je hoofd halen, zodat je ook weer ademruimte krijgt. Want anders, als je je plantje geen ademruimte geeft, dan, ja, hè, dan krijgt het geen zuurstof. Dus je moet het ook wel, je mag het cradelen. Je mag het echt met liefde verzorgen en in je handen houden. Maar je moet het niet dicht doen. Er zit altijd, moet er lucht komen. Op luchtelement. Dus er moet lucht komen voor uiteindelijk die expressie. Wat staat hier verder bij? Self-discipline, empowerment, reliability en fulfillment. Gaat er over een stuk inderdaad waar we inderdaad naartoe gaan. Waar we naartoe willen gaan. Waar word jij blij van? Waar heb jij behoefte aan? Creatieve expressie, je eigen unieke energie tot expressie brengen. Daarmee aan de slag gaan. Doen wat je leuk vindt. Doen wat je vervulling geeft. En niet, hè, ook vooral met werk. Nu word ik getrokken naar een stuk werk. Ook gewoon in werk. Dat je fulfillment hebt in je werk. En dat je gaat kijken naar, kan ik geven wat ik werkelijk wil geven in mijn werk? En ben ik daar nog tevreden? En als je daar niet tevreden in bent met het stukje wat je doet, wat je brengt in de wereld, met welke mensen je contact hebt, dan ga gewoon weer even evalueren. Maar neem verantwoordelijkheid dus voor jouw eigen, voor jezelf, voor je lichaam, voor je geest, voor je ziel en voor je ideeën. Ja, daar allemaal mee aan de slag gaan. Op een leuke manier. En zelfdiscipline gaat ook over een stuk, soms is het gewoon fijn om even wat minder serieus te zijn en serieus te kijken naar ons ochtendroutine of naar ons voeding. Maar voor nu helpt het ons wel heel erg goed. Kijk vooral gewoon naar je basis. Is je basis goed? En ga met je basis aan de slag. Weet dat de stappen die je nu zet, op de lange termijn heel veel dat je op de lange termijn daar heel erg veel profijt van hebt. Niet direct. En dat is oké. Blijf geduldig. Maar zet alvast die eerste stappen. En als laatste hebben we toch wel echt een chakra waarop die zit. En dat vind ik dan ook weer heel erg mooi. We gaan naar het heiligbeenchakra. En van het heiligbeenchakra is het element water. Dus we gaan heel erg op onze emoties zitten.
Ja, emotionele maand. Dat is misschien ook wel weer logisch, omdat het is de decembermaand en we zijn heel erg blij om samen te zijn. Of misschien is het juist een hele droevige periode voor je. Maar waar je ook op focust, focus alsjeblieft. Zorg dat je focust op de goede energie. Er zijn zoveel mooie energie in de maand december. It's amazing. Dus echt een krachtige energie, omdat er zoveel mensen collectief zijn die echt naar die decembermaand toe leven. En dat is echt een hele mooie periode. Ook dus emotioneel. Zak alsjeblieft naar je emoties. Heiligbeenchakra moet ik ook denken aan onze passies. Verlangens. Niet altijd seksueel, maar toch wel sensuele energie. Dus stap daar vooral in wanneer je merkt dat die omhoog komt bij je. En go with the flow. Dat vind ik ook een hele mooie altijd bij het heiligbeenchakra. Nogmaals, go with the flow. En niet te serieus, niet te roekeloos zijn, maar wat meer uit je hoofd is ook gewoon heel erg goed. Oké. Ik vond het echt een hele leuke reading. Ik ben benieuwd wat voor veranderingen er bij jou plaats gaan vinden of al plaats hebben gevonden. Als je het wilt delen, niks moet, maar laat even achter in de comments hieronder. Als je nog niet hebt gedaan, abonneer je even op mijn kanaal. Zet de melding aan, dan weet je wanneer er weer een nieuwe reading komt of een ander filmpje. En dan wens ik jou een hele fijne nieuwe maandperiode toe. Zet je intenties alsjeblieft zo helder en duidelijk mogelijk uit. Communiceer met het universum. Blijf voldoende water drinken. Ga naar je emoties toe. Weet dat nog niet alle puzzelstukjes er zijn om de juiste beslissingen te nemen, maar echt waar dat komt. Heb geduld en geniet ook vooral van het leven. Creëer je eigen connectie weer met jezelf, zodat je weer die fijne connectie met het universum hebt. Vanuit jouw unieke energie stroomt er weer zoveel liefde uit en dan ook weer natuurlijk naar jou toe. Dus nogmaals, hele fijne nieuwe maandperiode en hopelijk tot de volgende keer. Namaste.